Welkom allemaal bij weer een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. En het is weer zover jongens, dan zijn we gegarandeerde Team of the Season so far SBC's uitgekomen met de Portugese en de Duitse competitie. Ik ga ze allebei doen op beide consoles, dus we hebben zo dadelijk 4 packs met 2 gegarandeerde Bundesliga Team of the Season spelers en 2 Liga NOS Team of the Season spelers. Beide SBC's staan al klaar, we gaan als eerst op de PlayStation beginnen. En gaan de SBC inleveren voor de Portugese competitie. Een 83 rating. Allemaal untradable. Dus dat is heel fijn. En daarmee hebben we de eerste pack al binnen. En gaan we nu die van de Bundesliga inleveren. Daarbij moet je ook natuurlijk een Team of the Season inleveren. Nou, vorige week had ik uit de gegarandeerde pack Parejo gekregen. Dus die gaan we ook gelijk inleveren. Want daar heb ik helemaal niks aan. En de rest is ook allemaal untradable. Dit is de eerste keer dat ik ze allebei gratis maak op de PlayStation. Dus dat belooft zeker wat. We gaan starten met de Portugese pack. Ik ben benieuwd. Er is natuurlijk maar één speler die we echt nodig hebben. En dat is natuurlijk Alex Telles. Ook ex-Galatasaray natuurlijk. Daar word ik echt enorm blij van als ik hem zou packen. Daar komt hij jongens. De eerste. Is het een Braziliaanse vlag? Het is de Portugese. Maar welke? Van Braga. Oh, dit is vrij laag. Paulinho, 88 rated. Dit is wel een hele slechte kaart die we krijgen. Want je had natuurlijk nog wat andere. Je had Pizzi ertussen staan. Jammer man. 88 rated. Maar ja, het maakt niet uit. Alex TS, de kans is natuurlijk heel klein dat we die uit de pack krijgen. En we hebben nu natuurlijk de Bundesliga Team of the Season so far spelen. 99 Lewandowski is natuurlijk ons doel. De grootste doel natuurlijk, 99 rated. Maar er zitten natuurlijk ook een aantal andere leuke kaarten bij. Zoals een Royce of zo. Haaland is leuk, maar die heeft natuurlijk 3 sterren skills. Müller is een allround speler, maar ook met 3 sterren. Dus ja, er blijft eigenlijk weinig over. We gaan het zien. Sancho er nog bij natuurlijk, Gnabry. Maar mijn einddoel is natuurlijk die Poolse vlag. Kom op jongens. Op de PlayStation. De Bundesliga. Team of the Season so far. Het is een Marokkaanse vlag. Het is Ashraf Hakimi van Borussia Dortmund. 91 rated, 99 p, 86 verdediging en 86 fysiek. En we krijgen de Marokkaanse rechtsback van Dortmund. Had het beter gekund. Had zeker gekund. Het had ook slechter gekund. Wel een rechtsback helaas, ja, die heb ik eigenlijk niet nodig. Maar ik ga kijken of ik daar wat leuks mee kan doen. En anders wordt hij natuurlijk ook weer ingeleverd in een nieuwe SBC. Laat in de reacties weten of jij blij zou zijn met Hakimi. Of die wel past in jouw team. Dan gaan wij nu gelijk over naar de Xbox. Nou, op de Xbox gaan we precies hetzelfde doen. Alles staat al klaar. We gaan weer starten met Portugal. Op de Xbox heb ik niet zoveel coins in vergelijking met de PlayStation natuurlijk. Ik heb natuurlijk wel veel coins. We hebben de afgelopen 2 weken Elite gehaald met de Team of the Season pakketjes. Maar ik heb wel wat aanvallers nodig. Dat zou leuk zijn. Verdedigers heb ik al genoeg. Ik heb een keeper, Oblak. Ik heb Diego Carlos player pick. Ik heb Witzel gedaan nog midweeks. Dus het zou mooi zijn als we uit die Bundesliga pakketje dadelijk een aanval zouden krijgen. Maakt niet uit als hij hier met 3 sterren skills. Het kan een Haaland zijn. Wat hebben we nog meer? Müller of zo. Kostic, Havertz. Als het maar een aanvallende speler is. Dat zou heel fijn zijn. Deze gaan we allemaal op de Xbox inleveren. Vardy player of the month van helemaal op het begin. Gomis had ik 2 weken geleden gekregen uit de gegarandeerde pack. Maar ik ben benieuwd. We starten met de eerste jongens. De Liga NOS Team of the Season so far speler. Ik hoop een aanvallende kracht voor in het team. Pizzi, Rafa zou lekker zijn. TS mag als enigste verdediger natuurlijk uitkomen. Ik ben benieuwd. Kom op. Geef iets goed. Alsjeblieft. Portugees weer. Het is... Oh, dit meen je niet. Back to back. Paulinho op mijn consoles. Nou, dit is ongelooflijk. Deze man gaat natuurlijk volgende week ook weer direct in de SBC. Hier heb ik vrij weinig aan. En dan gaan we door naar de laatste pack. Ik hoop dat dit heel deze video goed gaat maken. De Bundesliga Team of the Season so far spelen jongens. De laatste van deze video. Alsjeblieft, kom op. Welke vlag is het? Het is de Zwitserse vlag. Het is Sommer. Ongelooflijk. Wat een pech jongens. Echt waar. 94 Sommer in mijn Xbox pakketje. Nou, ik hoop
dat morgen alles gecompenseerd wordt door EA in onze Elite 1 rewards op de Xbox en de top 100 rewards op de PlayStation. Echt heel jammer, man. 94 Sommer op de Xbox uit de Bundesliga, 91 Hakimi op de PlayStation en we krijgen op beide consoles Paulinho Spits uit onze Liga NOS gegarandeerde pack. Helaas geen geluk jongens deze week uit de gegarandeerde pakketjes. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden, buiten de packs natuurlijk. Vergeet de blauwe duimpjes niet omhoog te doen en te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet doet. Morgen hebben we de top 100 rewards op de PlayStation en de Elite 1 rewards op de Xbox. Dan hoop ik jullie natuurlijk weer te zien. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao ciao.